Ik ben Suzanne van Berkman. Ik ben een van de drie fagotdocenten van de Kaliber Kunstenschool. Ik geef hier allemaal les, zoals iedere fagotist naast het lesgeven ook heel veel speelt. In allerlei orkesten, eigenlijk door het hele land. Het lesgeven vind ik heel belangrijk en heel leuk om op die manier amateurs van ieder leeftijd en ieder niveau ook wegwijs te maken in de muziek en hen te geven wat ze daarvoor plezier uit kunnen halen. Die ruimte heb je. Als je de muzikaal logisch doet, dan is het geen enkel probleem. Ik vind het wel heel belangrijk dat leerlingen, of ze nou 7 zijn of 70, dat ze plezier aan kunnen beleven. En dat je ze als docent de handvatten aanreikt om met zo'n instrument uit de voeten te kunnen. En op die manier lekker muziek te kunnen maken met zo'n fagot op het niveau wat ze willen. En het plezier in de muziek maken. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vond dit eigenlijk een mooi instrument, omdat je het niet vaak ziet, dus ja, daarom vond ik dit wel een mooi instrument om te doen. Ja, ik speel nu ongeveer 3 jaar in het Twentse Jeugd Symfonie Orkest. 2, 3, 4. Dus ben ik daaraan gewend. Dan ben je daaraan gewend en dan is die noot van 2 tellen, die is relatief, hartstikke lang. Ja. Yeah. Zal nog een keer doen? Ja. Nou, eerst wou ik op hobo gaan, maar toen hoorde ik van een kennis van ons, die deed ook heel veel in muziek en zo, zei dat er ook fagot was en ze zeiden ook dat je hier ook fagot les kon krijgen en dat er ook fagot heel vaak wordt aangevraagd in orkesten, dus dat ze dat heel vaak zoeken omdat het niet echt een instrument is wat je als eerste op het oog ziet. Bijvoorbeeld gitaar of iets anders, zoals viool of cello, wordt veel meer gespeeld. Ze hebben om deze te kunnen bouwen de onderste 2 tonen eraf gelaten, dus deze en deze. Dus H laagste is deze. Maar als je kind bent en je begint met fagot, kun je die laatste 2 toch niet grijpen, want die liggen ongemakkelijk. En de fagotbouwers hebben gelukkig ingezien dat het handig is om een fagot te bouwen voor kinderen. Dus dat je met kleine handen gewoon een kleiner instrument kan. En het grote voordeel daarvan is dat je het riet is hetzelfde en de partijen zijn hetzelfde, dus je kunt gewoon meespelen in een orkest. Als je relaxter kan gaan staan, want je was een beetje zo, gewoon dat je keel lekker open is, goed op de grond staan. Mm-hmm. Gewoon rustig ademhalen met onderdruk. Los. Die stoffige aanzet. Ja. Ja, probeer eens of je het nog een keer terug kan vinden zelf. Thank you.
Nou, maar ik weet nog wel, Josine kwam bij mij binnen op de les, van een proefles van God. En toen zei ik, hoe kom je er nou bij dat je Fagot hebt gekozen? Toen zei ze, ik ben met school bij het orkest geweest, toch? Oh ja, dat ook. Ja. Je was met school bij het orkest. Toen was ze 7, toen kwam ze bij mij binnen. Toen vroeg ik dat en toen had ze al helemaal bedacht dat ze met school was ze bij het orkest van het Oosten geweest. Waar ik dus speel, toevallig. En toen deden wij een schoolvoorstelling, dus daar was ze met school. En toen had ik toevallig een heel klein solootje met een paar maten dat ik moest staan. Ik moest heel, volgens mij, een beetje een stom, dom slaapliedje spelen. Ja. En toen had ze de Fagot gezien. En toen had ze dus volgens mij thuis verteld van, nu weet ik wat ik wil spelen, ja. Toch? Zo ging het, toch? Ja. Als fagotist ben je nu eenmaal een wat zeldzamer soort. Dus er is voor fagotisten ook veel te spelen in orkesten en ensembles. Dus als je ook lekker in orkest wil gaan spelen, als fagotist ben je natuurlijk altijd welkom bij ieder orkest en bij ieder ensemble. Dus ga lekker Fagot spelen.